Goedenavond en Christusbeminden. Allereerst wens ik u een zalig hoogfeest van Pinksteren. Mogen de Heilige Geest u allen rijkelijk beschenken met zijn zevenvoudige genadegaven. Starten wij deze voordracht opnieuw met een gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius de Vijfde, bid voor ons. Naam de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, neemt u uw missaal ter hand. Wij zijn namelijk aan de voordracht gekomen waar wij het kernstuk van de heilige mis zullen bespreken, namelijk de consecratie. Voor eerst willen wij echter nog een blik werpen op de twee laatste gebeden die de consecratie voorafgaan, namelijk het Hanc Igitur en het Quam Oblationem. Het gebed Hanc Igitur is eigenlijk een oeroud gebed, dat echter pas rond het jaar 600 daadwerkelijk in de kanon werd genoemd. In het gebed Hanc Igitur wordt er geleerd en herinnerd dat het heilig misoffer een gave van de priester is, inderdaad, maar eigenlijk ook van de familie Tuwe, van heel de verzamelde christelijke gemeenschap in de kerk. We bidden dat God ons gezamenlijk offer met welgevallen mag aannemen. Net zoals in het gebed vooraf, in het memento van de levenden, werd er in vroegere tijden ook melding gemaakt in dit gebed, het Hanc Igitur, van de naam van de persoon voor wie men het heilig misoffer opdraagde. Men maakte ook melding van de gevierde gebeurtenis of van het liturgische feest, bijvoorbeeld een wijding of een doopsel. In het jaar 600 bepaalde paus Gregorius de Grote echter dat men in een gebed zo nabij de consecratie, het allerheiligste wat wij op aarde bezitten, enkel maar om de meest belangrijke zaken voor onze ziel mogen vragen. En dat zijn vrede en eeuwig heil. Maar die waren, hoezo vrede? Wel, de geestelijke leraars leren dat een ziel zich op de beste wijze kan ontwikkelen in heiligheid indien de leefomgeving een zekere stabiliteit kent, een zekere vrede. Daarom vragen wij in het gebed Hanc Igitur allereerst om een vrede. Maar men dient te bemerken dat dit werkelijk gaat over een pace tua, een vrede die van God op aarde neerdaalt. Een vrede die enkel God kan geven. Een vrede door mensen gesticht zonder God blijft eigenlijk wanorde, omdat zij een opstand is. En daarom zal deze menselijke vrede steeds onbestendig zijn. Historisch gezien kwam deze toevoeging met de vraag naar vrede daardoor dat na de val van het Romeinse Rijk de stad Rome steeds door de invallen van de barbaarse stam van de Langobarden werd bedreigd. Ook in onze tijden moeten wij soms om vrede vragen. Maar vragen wij, mijn dierbaren, bovendien ook voor een innerlijke vrede in onze ziel. Wij liggen immers zo vaak in strijd met onszelf of met de wereld. Of we hebben af te rekenen met aanvallen van de duivel. Boven dat alles kennen wij nog onze dagelijkse zorg van het dagdagelijkse leven, of de zorgen in ons beroepsleven, of we worden gekweld door lichamelijke gebreken. Drukken wij, mijn dierbaren, dus bij het bidden van dit gebed echt een wens om vrede uit tegenover God de Vader. Ten tweede smeken wij bij dit gebed Hanc Igitur ook God ons van de eeuwige verwerping te ontrukken, te bevrijden. Het zou werkelijk het grootste ongeluk zijn, mijn dierbaren, dat ons zou kunnen treffen,
onze eeuwige verwerping. Tijdens het gebed Hank Ijitur smeken wij dus God ons tot het getal van zijn uitverkorenen te rekenen. Wij vragen daartoe om een volharding in het goede of moed voor de bekering uit onze zonden. We mogen ons eeuwig heil nooit vanzelfsprekend aanbeschouwen. We moeten, zoals de heilige Paulus zegt, ons heil bewerken in bangen en in vrezen. Zolang de mens op aarde leeft, is hij helemaal niet zeker van zijn eeuwig heil. Het moderne heilsoptimisme dat leert dat alle gelovigen en zelfs alle ongelovigen gered zullen worden, dat de hel zou leeg zijn, dat, mijn dierbaren, dat bezit absoluut geen steunpunt, nog in de Heilige Schrift, nog in de traditie van de kerkvaders. Mijn dierbaren, bid u om uw eeuwig heil tijdens het heilig misoffer. Bij het gebed Hank Ijitur strekt de priester zijn handen boven de offergaven uit. De betekenis daarvan ligt in het Oude Testament. In het Oude Testament was namelijk voorgeschreven dat de priester zijn hand boven het offerdier zou leggen. Daarmee werd symbolisch de zondelast van het volk op dat dier geladen. Op de zondenbok. Evenzo, mijn dierbaren, heeft Christus onze zonden op zich genomen, geladen, en is, zoals de heilige Paulus schrijft, voor ons tot zonde geworden. Het laatste gebed voor de consecratie is het gebed Quam Oblationem. Dit gebed is een smeking dat de aardse gave van brood en wijn een laatste heiliging zou mogen ontvangen, om dan uiteindelijk in de grote zegen van de consecratie uit te monden. Dit gebed is stilzwijgend tot de Heilige Geest gericht, degene die alles heiligt. Dit gebed, Quam Oblationem, is verbonden met de navolgende consecratiewoorden van het Quam Pridie, maar ook verbonden met de vorige gebeden sinds het Sanctus. Onze Romeinse kanon is grammaticaal één groot heilig gebed. In het gebed Quam Oblationem zien wij hetzelfde fenomeen als bij het gebed van het offertorium. En in het gebed van de kanon, waar wij meerdere begrippen gebruiken die eigenlijk steeds hetzelfde betekenen. Hier zijn het de begrippen benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque, facere, dinieris. Hier een verklaring van de begrippen. Ondanks de voorafgeganene zegeningen bidt de priester nog eenmaal Gods zegen af, opdat brood en wijn als van een zegen mogen overvloeien. Benedictam. Wanneer nu God aan zijn offerend volk, wij, tevens de genade van een goede offergezinning geeft, dan wordt dat offer door hem volledig aanvaard, adscriptam, en bekrachtigd als het werkelijke offer dat wij dienen hem te geven, rechtmatig, ratam. Want vooral in het zelf mee opofferen van ons, de gelovigen, en niet slechts in de uiterlijke handeling op zich, bestaat een waar offer. Enkel slechts als we met geest en met hart opoffert, is het een welgevallig offer aan God, rationabilem en acceptabilem. Dan, wanneer wij met heel ons gemoed dit offer opdragen, zal het ook Gods welbehagen opwekken. De woorden, opdat het voor ons mogen worden, het lichaam en bloed, kunnen verkeerd verstaan worden, opdat het voor ons. Deze woorden zijn geen relativering in de zin van protestanten of modernisten. Christus zal namelijk objectief en niet enkel maar voor ons
subjectief aanwezig zijn onder de gestalte van brood en wijn. Nee, het is dogma dat hij objectief daar aanwezig is. De zin voor ons, nobis, is dat ons offer in Christus' offer mag inbetrokken worden. Dat ons offer door het zijne vervolmaakt mag worden. Mooi, overigens, is bovendien het werkwoord fiat dat gebruikt wordt. Dit werkwoord fiat werd door God gebruikt bij de schepping. Bijvoorbeeld fiat lux, het worden licht en het werd licht. En ook ons lieve vrouw gebruikt het woordje fiat, mij geschieden naar uw woord, als een antwoord op de vraag van de aartsengel Gabriel en God werd mens. Tijdens de consecratie mijn dierbaren zal in een bepaalde zin opnieuw een nieuwe schepping en een nieuwe menswording plaatsvinden. En daarom is het mooi dat wij dezelfde woorden gebruiken als God bij de schepping en onze lieve vrouw bij de boodschap van de engel Gabriel. Fiat. Komen wij nu tot het hartstuk van onze liturgische besprekingen. De consecratie van brood en wijn in het lichaam en in het bloed van de Heer. Met steeds groter woorden ontzag is de priester verder gegaan met de misritus. Eerst heeft hij zich in de voorhof van het gebed en in de lezing van epistel en evangelie voorbereid. Dat herinnert u zich nog. Daarna trad hij in het heilige binnen door het credo en met de offergaven die hij aan de wereld had onttrokken bij het offertorium. Thans staat de priester voor het heilige der heiligen. Die poort wordt hem ontsloten. Hemel en aarde zullen zich verbinden. In diepste stilte staat daar die priester voor het altaar, waar Christus door het vuur van de consecratiewoorden het offer zal voltrekken. De priester zal net hetzelfde zeggen, net hetzelfde doen wat Christus heeft gedaan bij het laatste avondmaal. De woorden van de consecratie, mijn dierbaren, bevinden zich vanzelfsprekend in alle liturgieën. Want de consecratie is het wezen van de mis, het belangrijkste moment van de mis. De woorden van de consecratie vinden wij in de Heilige Schrift bij de evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas. En een vierde keer in de eerste brief van de heilige Paulus aan de Korintiërs. Neemt u uw missaal ter hand, wij zullen deze consecratiewoorden één voor één doorgaan. De inleiding, qui pridie quam pateretur, is een kenteken van de westelijke ritussen van de heilige mis, waaronder de Romeinse. De Oosterse ritussen gebruiken de formule in qua nocte tradebatur, in de nacht waarop hij werd verraden. De woorden accepit panem vindt men in alle liturgieën, zowel van oost als van west. Bemerk op dat accipit de actieve rol van de priester toont, van onze Heer. Het is niet zomaar een verhaal dat wij vertellen. Het is een actuele hernieuwing van een daad. Heel belangrijk. De woorden in sanctas ac venerabiles manus suas vinden wij niet in de Heilige Schrift. Ze zijn echter een heel oude toevoeging vanuit het oosten, waarschijnlijk uit Egypte, door de heilige Marcus, een leerling van de heilige Petrus. Het is de liefde van de kerk als bruid van Christus, die Christus' handen als heilig en eerbiedwaardig bestempelt en omschrijft. Mooi. De woorden et elevatis oculis in celum worden eveneens niet teruggevonden in de Heilige Schrift. Althans niet bij het bericht van het laatste avondmaal. Wel bij de dodenopwekking van Lazarus en bij de broodvermenigvuldiging,
Voor beide wonderen verhief Jezus zijn ogen naar zijn hemelse Vader. Beide wonderen hebben echter een directe link met de heilige hostie. De heilige hostie is geen dode materie, maar wordt de levende God. En ook de broodvermenigvuldiging die dient om het leven te schenken. En als bovennatuurlijk voedsel te dienen voor de gelovigen in staat van genade. De opheffing van de ogen van de priester, zo zegt de heilige Thomas van Aquino, is ingevoerd op bevel van de apostelen zelf. Hij heeft daarvoor bronnen gevonden. De woorden tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedit qui discipulis suis, hebben een verschil in de vier berichten uit de Heilige Schrift. De verschillende aangegeven handelingen van onze zaligmaker worden bij de ene evangelist bij de consecratie van het brood bericht, terwijl andere evangelisten dat doen bij de consecratie van de wijn. Waarom deze verschillen? Wel, vereerst te zeggen, het zijn slechts onbeduidende verschillen. En deze verschillen zijn verklaarbaar uit het feit dat men de Heilige Schrift reeds kende voordat de evangelisten of de heilige Paulus naar de veer grepen. De Heilige Schrift, het evangelie, werd eerst mondeling verkondigd aan de gelovigen en pas later werd de geschreven versie gepresenteerd. De gebruiken in de liturgieën van de apostelen hadden zich reeds elk naar plaats verschillend ontwikkeld. De woorden echter die daarop volgen, hoc est enim corpus meum, zijn de eigenlijke consecratiewoorden en vinden we dus ook terug in alle berichten van de Heilige Schrift, de drie evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas en de brief van de heilige Paulus. Zonder deze vijf woorden kan er geen geldige consecratie zijn. Zoals gezegd, deze vijf woorden vinden wij terug in de Heilige Schrift, maar wel zonder het woordje enim. Het woordje enim, zo leert de Heilige Kerk, is een persoonlijke invoeging door de heilige Petrus. Werpen wij nu een blik op de consecratiewoorden van de kelk. Postquam cenatus est. Dat vinden we terug in de Heilige Schrift enkel bij Lucas en Paulus. Dat is verklaarbaar doordat zij in hun tekst eerst een aanspeling hebben gemaakt op de liturgie van het Joodse Pascha. Beide geloofsverkondigers maakten de Joden tot wie zij schreven duidelijk dat Christus eerst de Joodse ritus had gehouden, volgens de wet van de Joden, aleer hij het offer van het nieuwe verbond voltrok. Accipiens hunc preclarem calicem. Heerlijk is deze kelk, mijn dierbaren, omwille van de kostbare, levensschenkende inhoud. Volgens sommigen duidt het woordje hunc, deze, ook op de persoonlijke kelk van Christus, dat Jezus tijdens elk misoffer als de zijne beschouwt, omdat hij er zijn offer in hernieuwt. Het is de kelk van Jezus. En daarom dienen wij het liturgische vaatwerk steeds met de grootste eer te behandelen. Volgens sommige historici echter wijst het woordje hunc calicem ook daarop dat Petrus de kelk van Christus met zich meedroeg, meebracht naar Rome en er daar de heilige mis mee celebreerde. Dan hebben de woorden hunc calicem de zin, dit is de oorspronkelijke kelk des Heren. De woorden hic est enim calix sanguinis mei zijn de noodzakelijke consecratiewoorden van de wijn. En daarom vinden wij ze ook nawijsbaar in alle berichten van de Heilige Schrift. Mysterium fidei is een toevoeging van de 7e eeuw.
Het was een uitroep van de diaken na de consecratie om het aanwezige volk, in het zicht gehinderd door de iconostase, op het gebeurde wonder opmerkzaam te maken. Qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Inderdaad, Christus wil het heil van alle mensen, maar niet allen zullen door eigen gedrag de vrucht van erven. Velen zullen verloren gaan. Hec quod siascumque feceritis in me memoriam facietis. Deze woorden vinden wij ook in alle ritussen terug. De heilige mis wordt elke dag gevierd omwille van de opdracht die Christus aan zijn apostelen meegaf. Bovendien belangrijk is het te bemerken, zo zegt het Concilie van Trente, dat dit de woorden zijn waarmee de Christus de apostelen tot het priesterschap heeft gewijd. En dierbaren, tenslotte, overwegen wij en bestuderen wij van het vandaag gezegde. Vragen wij bijzonder vandaag op het feest van de Heilige Geest dat wij een grotere kennis en een grotere liefde tot de Heilige Mis mogen bezitten. En trachten wij dat Heilig Misoffer zeer intensief bij te wonen. En vragen wij ook dat onze Lieve Vrouw het kostbaar bloed dat in de kelk aanwezig is, uit het Heilig Hart stroomde op het kruis en neervloeit in de kelk op het altaar en voor ons een bron mag zijn van nieuw bovennatuurlijk leven. Dat de consecratie voor ons een persoonlijk nut mag hebben. Dat onze zielen erdoor mogen gereinigd worden en geheiligd en gesterkt tot werken van deugdzaamheid. En mijn dierbaren, vragen wij al deze genaden aan onze Lieve Vrouw, de moeder van smarten, die steeds tegenwoordig is bij het heilig misoffer. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Dierbaren, dan wens ik u nog een zalige hoogdag toe, een mooie avond en Gods rijkste zegen. Tot ziens.